Maxime van Gils, proficiat met je resultaat. En toch hoorde ik gevloek. Wat overheerst er nu? Nou, ik was gewoon kapot. Ik was echt kapot. Het was best een korte rit. Maar heel de dag rap. Ik heb geprobeerd om mijn vrienden veel mogelijk te sparen. Achter Jasper. Jasper is een slimme renner. En ervaren. Betty Jol begon dan heel snel om de klim. Dat was echt goed doorbijten. En dan was er nou gewoon heel een tijd vol een bak tot boven. Kwiatkowski versnelde daar, maar op dat moment kon ik gewoon maar in tempo rijden. En ik denk dat het al duidelijk was dat hij sterker was. Hier op plaats hoorde ik in mijn oortje dat dan de beste mensen er terug aan het komen waren. Ja, ze kwamen heel dicht. Dus had ik wel wat bang. Maar ik wist dat ik genoeg vermogen bleef doen, dat het moeilijk ging worden om terug te komen. En dan kon ik er nog eens voor blijven.